Hallo lieve leeuw, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 28, 8 tot en met 14 juli. Het is een algemene haal halen vooruit wat je nodig hebt. Lieve leeuw, wat is jouw hoofdthema voor deze week? En hij vloog omhoog en hij viel weer naar beneden. Um, je bent bezig om te kijken naar oplossingen. Naar oplossingen die in je omgeving spelen, naar oplossingen wat er bij jou misschien speelt. Um, ik heb het idee dat je snel moet gaan handelen of dat je daarin wordt meegenomen om te gaan handelen. Uh, en er komen ineens veranderingen aan. En misschien zijn het veranderingen die je niet had verwacht uh, of veranderingen waar je al heel lang mee bezig was. Um, alleen ik merk dat je dus nu stappen gaat zetten en dat belangrijk is om erop te durven te vertrouwen. Laten we eens even verder gaan kijken, lieve Lio, naar wat je verder deze week kan verwachten. Ja, ik heb het idee dat je best wel ondersteboven kan zijn van wat er naar je toe kan gaan komen. Uh, even niet zo goed weten de, hoe nu verder. Um, het voelt ook alsof er emoties vrijkomen en het veel met je kan doen. Uh, waardoor je ook even stilgezet wordt. Uh, maar het zorgt er wel weer voor dat je weer stappen verder kan uh, komen. Um, je hebt heel veel kennis en heel veel wijsheid in je. Dus gebruik dat vooral als je even vast komt te zitten. Kijk vooral naar wat je wel kan doen in plaats van wat je niet kan doen. Laten we eens even gaan kijken, lieve leeuw. Naar wat je verder deze, ja, naar een positieve boodschap. Weet dat niets verloren is, maar dat je alleen maar verder komt. Het is nu tijd voor geluk. Dus dingen die gebeuren, zorg ervoor dat je meer in je geluk komt te staan. Denk snel: improviseer en ga weer verder. Lieve Leeuw, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en wil jij verder ontwikkelen? 16 juli is er een mediumschapsworkshop. Ik zou zeggen, je bent van harte welkom. Bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.